Molle. Welkom bij de workshop vandaag. Een humpmol maken in klei. Hé. Dat is een beetje een raar woord, maar in het Nederlands, ik vind het niet. Hé. Dus ik heb ook Google Translate geprobeerd, maar dat was dus heel wat anders. Dat er eruit kwam, dus dat kan zeker dan niet zijn. Dus, we kennen het verschil. Hé. Een slumpmol of drukmol, hé, dat is dat. Dus je legt een lapje in, of je doet maar stekjes erin, en je de potje. Ja? Voordeel daarvan is, als je dat geld scoort, kun je dat werken. Super. Lekker voor mijn bolletjes en al, ideaal. Maar, dan even, moet je goed pezen wat ik zeg hier. Dan even heb je ook een slump mold. Dat is eigenlijk, ja... Een negatieve mol of een positieve mol. Ik weet niet wat het verschil is. Maar je verstaat wat ik wil zeggen. Hé? Hé? Dus eigenlijk is dat een mol waar je een lap kunt overleggen. Hé? Ik gebruik dat heel veel like voor mijn schoon. Omdat je een hele mooie curve hebt daarin. Ik vind daar nog het voordeel van. Dus je weet dat ik veel maar sorry. Maar de schaalwerken, dat vinden in de kringloop. Hé. Kijk, dat is die schaal waar ik dus juist die mallen van toe had. Dat ik dus een mallen van gemaakt heb voor drip te leggen. Dat is de zesde schaal. Ja, kijk, dat is dus de schaal van de kringloop hé, dat ik haalde. Waarom doe ik dat? Je kunt superveel mooie schaal vinden. Maal in de handel. Maar je kunt het nooit niet al vinden. Hé. En iedereen heeft dan ook altijd hetzelfde. Dus... Hoe je een schone vorm vindt, hé, pak ze. Maar, wat is het nadeel daar nu van? Dat je dan moet plastic leggen of met olie insmoeten. Met olie, lukt niet al Sam. Dat Kathleen, kijk, zie je misschien opkom, Maison C. Hé. Wat is speciaal voor Kathleen dat ik hier vandaag die een workshop doe, omdat ze daar vragen rond dat. Hé, ik vond dat denk ik zelf wel interessant. Hé. Maar, dus met olie, ben je ook zo met olie. Hé. Het lukt niet altijd. Ik zou net het plastic leggen, maar we kijken altijd dat je ook de nerven van je plastic ziet. Oké, okay, je kunt het even maken, maar tegen dat je schalen er kunt doen dan, voor even te maken, moet zo redelijk droog zijn, omdat ze er vorm moet doen. En toen moet je redelijk schoenen werken voordat je kraakjes zit doen. Dus, vind ik voor schalen te maken, een hump mold, supergoed. Eigenlijk, in schalen leggen, met plastic doe ik minder en minder dan van vandaag. Ik hou een malleke maan van mijn scholen. En toen werk ik zo verder. Goed, maar wat heb je daarvoor nodig? Eerst en vooral hebs. Maar we een hebs. Dus ik heb hier nu staan. Maar dat is puur merk. Ik weet niet hoe het gaat zien. Het had ook weer een spiegelbeeld zijn mensen. Maar dat is hier wat supra duur. Dat is een merk van mallen hebs. Maar het heeft eigenlijk nog heel veel verschillende... soorten in en dat gaat met alles, wat mallen hebt, dus is dat bij een andere, bij een, wacht, bij een keramist, handelaar, andere merk, wel, dat is ook goed, maar ik ga vandaag met dat werk, dus ga ik ook de samenstellingen deuren geven voor je water en je verhouding van je water en je hebs, heb dat merk, super duur. Ik heb er nog niks aan dat ik dat hier zeg. Ik ben gewoon gewend van om mee te werken. Ik weet niet hoe je ander merk van hebs gaat pakken. Of die verhouding hetzelfde gaat zijn. Maar misschien heb je ervaringen voor om mee te werken. En weet je de verhouding. Maar ik ga ze vandaag meegeven voor dat. Goed, wat kan je nog nodig? Zeppen. Dat is hier een afwasmiddel voor mij. Natuurlijk een bustelje voor je malken in te smoten. Een weeskolken. Voor je hebs of te wegen. En natuurlijk een vormtje waar je malken wil van maken. Ik ga nog een kind wat toe. Kijk, dat is hier ook zo'n humpmol dat ik gemaakt heb. En dat is eigenlijk gewoon een ballon dat ik heb geblazen. En ik heb dat gevuld met plaatsteren. Hoe dat droog was, ik die ballon deuren gesneden natuurlijk. En ook een malken. Dus op die manier kun je ook variëren. Van grootte of grootte dat je een ballon hebt blaast. Ga je ook een malken in. Dat kan super tossen. Ik ga dat zoiets iets hebben toegaan voor te maken. Goed? Oké. Maar we gaan eerst de malken maken. Van welke malken maken? Hier nu gewoon van een plastic een potje. Moet je zeggen, ik kan dat nog niet zo willen staan. Maar je verstaat het concept wel.
Dat is eigenlijk juist hetzelfde. Ja, je hebt een glazen schaal waar plastic een potje. Je zou ook een bloempotje neersmoeten en zo gaan werken. Maar laat hem klei, dus whatever. Goed, we gaan beginnen. Ik ga beginnen met mijn heps te maken. Want dan moet je zo een klein beetje staan voordat je dat kunt beginnen roeren. Dus ik ga mijn cameraatje draaien dat je me bezig ziet. Oh, dat lukt tenminste met dat spel. Ja, alrighty. Goed. Oké. Wat is de verhouding van mijn heps? Een liter water heb 1,3 kilogram heps. Die verhouding moet redelijk juist zijn. Ik probeer daar zo weinig vrij mee om te spelen. Ik heb tot dus geen zijt meten en weten. Dus ik ga mijn potje vangen. Met heps, zodat ik dat in mijn water kan doen. Ik ga hier in mijn water hier zetten, want het is wel belangrijk dat je dat ziet. Dit. Yep, aan de kant. Zo. Voilà. 1,3 kilogram. Dat is wel te veel is voor dat. Hè. Maar ik vul dat zo wel nog andere potjes mee ook. Oké, 600 gram. En hier een keer erbij. Dat is nog 700 gram. Oké. Dat is weer 600. Oei. Ja, misschien ooit een beetje in de moestpot zit lekker. Een beetje een maskertje aan doen. Kan nooit geen kwaad. Dat is de tot wens. Oké, goed. Dus je ziet dat ik dat er al in een keer in doe. Hoe kan ik met een plaster doen wat hij doet? Je ziet, dat is nu een bergje. En dat bergje gaat nu verdwijnen. Vanuit dat nu verdwenen is, moet je beginnen roeren. Dat is al aan het werken. Dat gaat heel uit elkaar. Goed, ik laat het nu even staan. En intussen ga ik mijn vorm gaan smaken. Ik ga hem even aan de kant zetten. Oké. Dus je pakt je zeepen. Kun je nu afwasmiddel, mogelijk bruine zeepen. Gaat ook super goed. Je zorgt wel... Het is ook wel niet opgelost. Er is water bij voor bubbeltjes te vermijden. Dus je wrijft je vormtje heel mooi in. Voilà, zo. Ik ga goed checken wat helemaal de squin invreemd is. Want zo dan is wel de plan. Alrighty, goed. Die ga ik ook eens doen, want anders ga ik hier plaster overheen. En dat is ook zo jammer. Ik ging het toch nog dat malletje maken. Maar ik ben bezig van een beetje bloempotjes te maken. Voilà. Zo. Voilà. Oké, goed. Dat is nu goed. Dus ik ga dan dus kunnen roeren. Ik roer dat heen met mijn hand. Waarom? Met mijn hand en niet met een klopper. Je klopper gaat heel veel luchtballetjes gaan in je plaats, mengeling. Dus met mijn hand ga ik gewoon eigenlijk al mijn dingetjes er gaan uit doen. Dag Nadine. Hey Laba, dag iedereen. Ik zie hier weer super veel mensen passeren. Dat is super leuk, dankjewel daarvoor. Dus met mijn hand ga ik voorzichtig al mijn brokjes, dat nog voelen, er gaan uitduwen. Zo weinig mogelijk roeren en doen, dat je zo weinig mogelijk luchtballetjes mag in je heps samenstellen. Als je niet zeker zit, kun je Oostan ook door een zeefdeke hier. Moest je dan wel eens zijn. Zeker voor hoe je zo van een bolletje wilt, een malle man. Kan dat wel ambetant zijn dat er een luchtballetje in zit en het maanton van je creaties en je malle. Goed, kijk. Vind je dat nu goed? Zo. Oké. Ja, dat is even volle bril, maar eigenlijk vind ik dat nog wel leuk voor te doen. Maar daar echt niet van. Dat is wel niet zo goed voor je vel, dat moet ik wel zeggen. Maar ja, whatever.
Goed. Dus nu ga je dat squinnen doorheen gaan gieten. Zet nog een klein beetje dingetjes in, maar ça va wel. En hier ga ik een klein dingetje gaan gieten, dat mijn overheid, die ook kan dienen als kooltje, straks. Hé. Goed, ik ga het nu wat nog een keer gaan doen. De resterende luchtballetjes die er toch zo kunnen eisen, ga ik weer gaan kloppen. Je ziet, ga zien, ik weet niet hoe het ziet, maar er komt een rol kleine luchtballetjes van. Hé, maar ça va. Omdat ik dat niet tussen verroeren heb, voel ik dat heel goed mee. Oké, voilà. En dat laat je nu drogen. Hé? Dus je zet dat aan de kant. Laat u zeggen dat je dat in een uur of twee kunt uitdoen. En toen laat je dat zo een week of twee drogen. En toen kun je eigenlijk al je malletje gaan gebruiken. Zet het alsjeblieft niet op de chauffage voor te drogen. Dat heeft er echt geen deur van. Hey, ook al je man, ik ken dat, van er veel in te werken, laat dat gewoon aan de lucht drogen. Hey, dat is echt niet goed, dat barst ervan. Nou, ik spreek het daarvoor, jammer genoeg. Hey. Goed, maar, ik heb hier nu die grote schalen gehouden. Nee? Hey. Ja? Maar dat betekent niet dat je altijd zo'n schalen moet maken op die mallen. Hey. Ik heb al zo van die... Van die ovale schaal, van ik weet niet of jullie dat al gezien hebben, ik heb een steen verlegd, dat is een ovale schaal, en wel, ik leg dat er ook op. Dat heeft een mooie curve, dus je kunt dat eigenlijk voor alles schaal gebruiken. Ik heb hier nu twee lapjes gerold. Ik ga dat nu uit twee verschillende malletjes gebruiken. Eerst heb dat, dat ballonsje. Ga je al direct zien wat een verschil dat heeft. Van, ja, gewoon door je vorm. Met zesde malletje. Ik zou ook eens een beetje dat potjes onderzetten. Dus we kijken met mijn template gedaan. Ik heb er al hatjes in gestakt. In de midden, dat ik straks weet hoe dat mijn potjes moeten zetten. Dus ik ga dat weer uit mijn kartons gaan leggen. Ik ga dat even van af toetsen hier. Uit mijn lijntje. Zo. En ik ga nu deze schoenen proberen hier uit mijn midden te leggen. Ik ga een keer proberen. Zie je er dat uit? Ja, precies. Oké, wat moet je nu niet doen? Dan doe je in één keer naar beneden gaan duwen. Hoe je met zo'n ronde vorm zet, stelselmatig duw je rond, rond, rond. Kijk, alleen al dat kan vrees winnen zijn. Je kunt er nu nog niet afval, maar alleen al dat, zo dat vormje van schaaltje, een beetje gekarteld zo, met je weld, dat kan nog heel schoon zijn met die welving. Begrijp je wat ik wil zeggen? Ik denk dat je verschoon. Maar ik wil echt die ronding in mijn schaaltje, die bolvorm, pak dat zet, oké, voor het dessertdingsje, wil ik schoon een crème kunnen doen. Dat kan vrij tof zijn, zoals een schaaltje. Of een tapaschaaltje. Voor de dipsaus of zo. Dat stelselmatig ga je rond die vorm gaan werken. Dat al die plooien die je eigenlijk gekregen hebt, dat je dat eigenlijk niet gaat forceren, dat dat mooi rond die ding past. Toen ga ik dat nog een keer op met een rollerke. Ik denk dat dat zo, als laatste ding nog al zo goed zo je vorm erin zet. En nu kun je beginnen potjes doen hier op. Met mijn dingetjes dat ik hier gezet heb. Dus ik heb hier een worstje gerold. Die slechte kant ook hier op doen. 1, 2, 3, 4. Oké. Ik heb weer een pan hier. Oké, voor mij ga ik dan nu zo een beetje puntjes aan. Het is een beetje eng, van die puntige pootjes en zo. En bloempotten en ding. Dus zo van die puntjes. Krasjes. Dat is ook het voordeel, van, maar ik heb dat voorzeker gezegd, maar van die ballen, dat je eigenlijk direct je pootjes door kunt opzetten. Anders moet je gaan wachten totdat je schaaltje droog genoeg is, totdat je potjes droog genoeg zijn. En zo heb je ook zo'n keuze dat je... Toen moet je ze nog gaan monteren, dat ze gaan loskomen bij elkaar. Verstaat? Ik ga dan een klein beetje uit elkaar zetten. Potjes.
Oké, wat wil ik dan nog over zeggen? Dus, wat kan je nog hier? Kan ik het wat doen? Hey. Het is bijvoorbeeld die vormen hier. Hey, dat is van Bart. Hey, yeah. Die maas werkt ook al zo. Maar dat is een MDF. Ik vind het super mooi. Je hebt ook hele, hele mooie vormen. Ik hoorde dat je ze ook op moeten kunnen bestaan. Maar dat weet ik niet heel zeker. Hey. Dus dat is hetzelfde systeem, maar in MDF. Werkt ook perfect. Maar die maas kan natuurlijk ook niet allemaal maken dat je wilt. Hé. Dus op die manier, dat ik nu toe, kun je eigenlijk van alles dat je wilt, een mallen maken, dat je maar een lapje klei kan gaan overwerken. Hé. En dan zo. Misschien doe ik maar 3 potjes. Ik ben zelf maar 3 potjes gaan doen. Van Alex Konder. Kijk hier wel, maar ik ben dat ding een beetje langer is. Zo. Ik ga hier in de midden nog een potje doen. Als een onpoor, zeggen ze hier. Maar omdat je je stepjes gezet hebt, en dat je zeker weet dat die in het midden staan, is niet moeilijk niet meer. Voor daar een derde potje aan te maken. Voilà. En dat laat je nu zo drogen. Hé, ondersteboven. Hé. En pak dat je zegt achter de neuren, omdat het kalk is, stift dat natuurlijk rap op. Achter de neuren zeg je, ga een keer proberen. Hé. Kan je nog eentje voor gemaakt? Wacht, ik zie hier even aan het lezen. Arlette vraagt, Nele, zou je de vorm waarin je een mal maakt, en die nog gewoon terug kunnen gebruiken? Tuurlijk Arlette. Omdat je er nu maar hebt, zijn je goed niet, was het zoet. En je kunt ze weer gebruiken. Nee, geen probleem. Hé. Ja, je was zoet en je bent ook vertrokken weer. Ja, het is geen schade aan. Hoe je gewoon zorgt dat je dat schoon met plaster, met zeep en smoot, komt dat vanzelfs los. Hé, weer. En je hebt schade aan je mal. Hoe je daar een schoon fruitskool staat in je kassen, hé, en je maakt je daar een mal van, en je kust je dat weer schoon op, dat er dan niemand weet, en steekt je dat weer in je kassen, tot dat niemand weet. Nee. Dus, hé, kijk, had je al dat schaaltje voor gemaakt. Ja. Zo, dus lekker voor crèmebolken in te leggen of zo, ideaal. Hé? Maar ik heb nog hetzelfde molken uitgesneden, maar op die schaal ik wil het gewoon doen met één template. Hé? Met één template, hé? Dus mijn vierkantje. Kijk, hier ga je nu een redelijk plat schaaltje in, maar gewoon met de kleewelvingske. Maar hoe meer man dat je hebt, kun je met dezelfde templates allemaal verschillende schaalvormen maken. Verstoot? Nee? Goed, ja. Ik weet niet meer wat ik er meer moet van zeggen. He? Kijk, dat is een schaal dat ik gemaakt heb, die ding van Bart. He? Heb die vorm van Bart. He? Ik vind ze super. Ja, kijk. Je hebt er ook van Pottery Forms, maar dat zijn ronde. Ook heel goed, hé. Ook een MDF, dat komt er meer en meer op. Hé. Maar kijk, zo kun je ook hé, van je schoon en je kassen schaaltjes maken. Dat je kan verder produceren. Oké, goed. Kan ik weer op. Wow, zo. Sorry, ben. Goed, ja. Ik weet niet of het interessant was of zo. Hé. Of hoe je zegt, ik wist het dan wel. Ja, maar kijk, het was een vrouw van Kathleen. Naast de weeën is het heel wat raar. Kan ik het doen? Nou, als je weet, gaan we dat doen. Hé? Ik ga er nog niet meer over zeggen. Het is super interessant. Dus ja. Voor als je weet, ik ben al tweede donderdag of vrijdag gaan zien. Hé? Afhankelijk van mijn planning een beetje. Dus ja, kijk. Dat is voor als je weet. Hé? Goed. Goed weekend allemaal. Hé? Geniet ervan. Het gaat gewoon weer zien. Hé? Dat is misschien een beetje minder tijd in je atelier spenderen. En ik heb buiten gaan. Hé? Goed. Tot de volgende week.